tot slot nog even één dingetje, Hans. Die Babadi, 19 augustus voor het laatst in de basis bij PSV, was natuurlijk allemaal gehannes over zijn contract. Ja. Wilde niet verlengen. Hoe sta jij er eigenlijk in met dat soort spelers? Nou, ik heb altijd iets van... Je hebt je hele jeugdopleiding daar gehad. Je hebt in de voorbereiding in het begin van het seizoen bij Peter Bos mogen spelen. Je bent nog zo jong. Als je een zaakwaarnemer bent van die jongen, dan teken je gewoon bij. Want hij zit daar goed. En als je een makelaar bent, dan wil je die jongen zo snel mogelijk verkopen. Dat hij ergens anders een 5 jaar contract tekent. Desnoods zelfs in de Kuip of bij Ajax. En dan dat het 2 jaar niet goed gaat. En dan ergens anders weer een 5 jaar contract. Een zaakwaarnemer, dat zegt het al, die neemt de zaakwaar van Babadi. En als ik zijn zaakwaarnemer was geweest, zou ik zeggen, lekker bijtekenen. Maakt niet uit wat voor contract het is, wat je verdient. Later ga je wel miljonair worden. Eigenlijk wil je zeggen van de man die er nu boven zit is een lijkenpikker. Ja. Dankjewel, Hans. Maar Hans, tot later. We gaan dan bij jou terug. Ja, wat wij zeggen, Hans, maar wat is het argument? Gaat het om geld of gaat het om speeltijd? Ik denk voor de makelaar om geld. Maar je zal toch, als je 18 bent en je hebt al flink wat wedstrijdjes in het begin mee mogen doen, dan kan je toch een klein beetje geduld hebben. Of iemand uit je omgeving zeggen van even geduld, jongen. Je hebt hier je opleiding genoten. En ga voor je kans. Want als je goed bent, dan speel je bij Peter Bos. Ja, Marcel... Dus ja, ik ben het er niet mee eens, Hans. Want uiteindelijk is het zo dat die jongens die... hebben een aantal wedstrijden in Jong gespeeld. Hij heeft begin van het seizoen heeft hij echt laten zien dat hij het niveau aan kan. Vervolgens moet hij de concurrentie aangaan met 3 spelers... waarvan we allemaal weten dat waarschijnlijk dan Saibari de eerste zou zijn die verkocht wordt. Maar dan heb je nog steeds Tilman en eventueel nog schuiven met spelers. Dus zijn perspectief op speelminuut in het eerste van PSV is natuurlijk best moeilijk. En dit soort jongens moeten minuten maken. En niet alleen in Jong, want in Jong heb je het op een gegeven moment wel gezien. Ik denk dat als hij naar een eredivisieclub kan waar hij, of misschien een buitenlandse club waar hij 100% de nummer 10 is en zich ontwikkelt. Want tegenwoordig zie je heel veel jeugdspelers of jonge spelers zich ook goed gewoon in het buitenland ontwikkelen. Het is niet alleen maar heilig, zoals wij denken dat Nederland heilig moet zijn. Hè? Ja, maar weet je, je kan ook, als jij zegt van in de Eredivisie spelen, je kan ook je contract met 4 jaar verlengen of met 3 jaar verlengen, wat je zaakwaarnemer of je makelaar doet, en gewoon zeggen van ik wil volgend seizoen wel spelen, dus leen mij een jaartje uit. Dan heb je een win-win situatie. Maar wat is het verschil dan voor hem? Want hij is dan zeg maar nog steeds eigendom van PSV. Maar hij kan toch ook net zo goed eigendom zijn, ik noem maar wat hoor, van een Atalanta waar hij op 10 zou kunnen. Ik noem maar een club. Maar dan is hij gewoon, het gaat toch niet om het eigendomschap. Het gaat toch om die jongen om speelminuten. Ja, waar hij dat doet, maakt hem denk ik niet zoveel maar uit. Maar hij kan toch ook speelminuten krijgen als je gewoon je contract verlengt bij PSV. En ze willen hem een heel goed contract geven. Die geven hem echt niet 45.000 euro. Ik denk, dan kan die tonnen dat wij verdienen. En dan word je uitgeleend een jaartje aan Sparta. Nou, win-win. Ja.